Goedenavond. Middelbare scholieren schoorvoetend over op mondkapjes. Je zit al vanaf de zomervakantie zit je al bij elkaar en dat het nu in één keer moet. Kijk, ik snap dat het allemaal oploopt, maar dan hadden ze daar eerder mee moeten komen, vind ik. Voedselbank Hogeveen heeft geld nodig. Ook kleine theaters mogen meer mensen ontvangen. En het weer, vandaag met Robert. Nou, voorspelden ze gisteren dat het vandaag droog zal blijven met een beetje zon. Nou, het is iets meer dan een beetje, maar ik klaag niet. De rest van het weer, dat hoorde dominee, dat nice. Ja, eerst was het advies om mondkapjes te dragen in de Randstad. Toen om ze te dragen in openbare ruimtes, maar nog met uitzondering van scholen. Maar vanaf volgende week moeten ook leerlingen eraan geloven. Dan wordt ze gevraagd mondkapjes te dragen in de gangen en de aula's, maar in de klas hoeft het dan weer niet. Ja, als het moet, doe ik het wel. Alleen ja, als het niet nodig is, dan nee. Ja, ik vind het een beetje onnodig, want het is gezegd dat kinderen onder de 18 wat minder goed door kunnen brengen, of over kunnen brengen. En dat we daarom alsnog mondkapjes op moeten, dat vind ik overbodig. Nou, ik snap het wel, maar het is wel jammer. Want ja, het is gewoon wat minder makkelijk met eten en wat snel wat drinken of zo. Ja. En ben je van plan je eraan te houden? Nou, ik denk het wel. Vanaf komende maandag geldt het dringende advies om mondkapjes te dragen op school. Niet in de klas, maar wel in de andere gezamenlijke ruimtes. En niet alleen leraren, maar dus ook leerlingen. En ook de middelbare school Stad en S in Meppel gaat dit advies doorspelen naar hun leerlingen. Het is een dringend advies van de overheid om dat te doen bij leswisselingen en in de pauzes en bij de beroepsgerichte praktijkvakken, waar anderhalve meter afstand niet te handhaven is. Het is ook inderdaad druk bij leswisselingen, dus wij begrijpen ook wel dat dat advies uiteindelijk gegeven wordt. Maar het is een dringend advies. En dus geen verplichting. Veel meer dan ouders informeren en de leerlingen nog eens persoonlijk aanspreken, kan de school niet. Leerlingen bepalen zelf of ze eraan meewerken. Ja, ik vind het heel benauwd of zo. Het wordt heel snel benauwd. De school wil dat we het gaan doen, dus ja, dan moet het wel. Ik vraag me wel af of alle leerlingen zich daaraan gaan houden. Ik snap, misschien is het nu niet leuk, maar iedereen wil dat weg is. Als je samen met elkaar werkt, werkt het voor mij wel beter. De voedselbank Hogeveen zit in nood en kan daarvoor niet bij de gemeente aankloppen, want die heeft het zelf ook zwaar. Voor een noodzakelijke verhuizing heeft de voedselbank met spoed 25.000 euro nodig. We moeten verhuizen. We hebben een pand en ja, dat geld is gewoon hard nodig. Al jaren zit de voedselbank Hogeveen in een pand op het industrieterrein. Maar dat wordt afgebroken. Per 1 december hopen ze hier de broodnodige voedselsteun aan veel arme gezinnen voor te kunnen zetten. Maar een schitterend pand, maar er moet een hoop aan opgeknapt worden, er moet een hoop gebeuren. Er moet een nieuwe vloer in het pand komen, dus alles moet gekookt worden. En we denken dat de verhuizing ongeveer 25.000 euro gaat kosten. Behalve dat de voedselbank steeds meer moeite heeft de schappen te kunnen vullen, droogt ook het aantal donateurs op. En inkomsten zijn juist nu hard nodig. De gemeente Hogeveen houdt de boot voorlopig af. Zoals algemeen bekend is, zit gemeente Hogeveen ook in zwaar weer en wordt alles uitgesteld tot het nieuwe zakencollege geïnstalleerd is. Ook voor de aanschaf van nieuwe koelapparatuur is geld nodig. En dan is de huur in het nieuwe pand ook nog eens hoger. Toch moet de voedselbank door en dus starten ze een actie. Ik hoop dat er fondsen zijn, ik hoop dat er ondernemers zijn, ik hoop dat er particulieren zijn. Die zeggen van wij dragen de voedselbank een warm hart toe en we gaan steunen. Want de voedselbank Hogeveen steunt op haar beurt 450 mensen, waarvan bijna de helft kinderen. We hebben nu een toename van 10% van de klanten en elke week komen er weer meer klanten bij. Dus, en ik denk dat dit nog een voorbode is van wat gaat komen. Dus we zijn hard nodig voor de mensen en voor de kinderen. We willen ook niet dat kinderen zonder brood naar school gaan. Een asielzoeker uit Irak is op straat belaagd door een andere Irakees die ook verblijft in het asielzoekerscentrum in Hogeveen. Tijd voor maatregelen, vindt een belangenorganisatie voor asielzoekers die niet heteroseksueel zijn. De 29-jarige Mustafa, die vanwege zijn homoseksuele geaardheid is gevlucht uit Irak, loopt vorige week vrijdag met een vriendin van het asielzoekerscentrum naar het winkelcentrum in Hogeveen. Ze lachen wat. Een andere asielzoeker uit het AZC neemt daar aanstoot aan en begint te schelden. You are gay, you are fucker, you are dirty, you are sick. What you are do? Yeah, you must be die.
Yeah, if I want, if you are in Iraq for when see in Iraq, I will kill you. Never, never. Yes, he said me that. Maar het blijft niet bij schelden, vertelt zijn belangenbehartiger. Hij is geslagen op zijn borst en uiteindelijk ook op zijn hoofd. En uiteindelijk één slag achter op zijn hoofd, waardoor hij dus bewusteloos is gevallen. En terwijl hij dus bewusteloos op de stoep lag, heeft zelfs deze man hem nog geschopt tegen zijn schouder aan. Ja, daar heb ik echt geen woorden voor. Dat dit gebeurt op basis van je seksualiteit. Mustafa slaapt slecht en gebruikt kalmeringsmiddelen. Hij is bang nogmaals te worden aangevallen, want de man die hem heeft belaagd zit ook nog steeds in hetzelfde asielzoekerscentrum. I'm feeling I am not safe now. Yes. Sinds juni van dit jaar zijn er volgens de belangenorganisatie meer dan 100 meldingen gedaan van gebruik van geweld tegen mensen met een andere seksuele geaardheid. En die zouden beter moeten worden beschermd. En dit is ook waar we de staatssecretaris een brief nu over sturen. Dat er een protocol moet komen dat slachtoffers en daders altijd van elkaar gescheiden moeten worden. Zodat het slachtoffer in een veilige omgeving ook aangifte kan doen. Mustafa heeft volgende week een afspraak met de politie om aangifte te doen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt nog geen aanvraag te hebben ontvangen voor overplaatsing naar een ander asielzoekerscentrum. Maar daar best naar te willen kijken. Eén woord was deze week van groot belang bij theaterdirecteuren. Ontheffing. Die is nu nodig om meer dan 30 bezoekers binnen te mogen laten. En terwijl de 4 grote theaters in Drenthe al vrij snel die ontheffing hadden, moesten de 2 kleine langer wachten. En dat deed toch een beetje zeer. Geen enkele artiest begint direct in het grote carré. Nee, het zijn juist de kleine theaters waar ze hun nieuwste shows uitproberen. Zoals hier in de Winsinghof in Rode. Daar leert hij het vak beter, leert hij timen, dat soort zaken. Maar bouwt hij ook aan publiek. En daar profiteren de grote theaters van. Want er is natuurlijk een heel groot deel dat doorgroeit en daarna in grote zalen terechtkomen. Dus ook grote zalen kunnen niet zonder de kleine theaters. En dus verwachtte Straatman een ontheffing, net als de 4 grote theaters. Maar die kwam niet. Ik dacht ook van misschien is men wel iets vergeten. Misschien heeft men het gewoon niet voldoende op het netvlies. Ook bij Theater Hofpoort in Coevorden was er verontwaardiging. Het theater verhuisde door corona zelfs naar een grotere locatie om meer ruimte te maken. Ik wil vooral heel erg graag laten zien dat men dus veilig naar het theater kan. Ik geloof ook werkelijk dat er geen enkele sector is die de zaakjes zo goed voor elkaar heeft dan de kunst- en cultuursector. Maar zaken goed voor elkaar of niet, zonder ontheffing niet meer dan 30 bezoekers. En dus kwamen de 2 theaters voor zichzelf op. Ik wil geen Calimero zijn of zo, van maar zij zijn groot en ik ben klein. Het wel zo? Nou, dat voelt soms dat wel zo. Na bel, sms en briefverkeer tussen burgemeesters en de veiligheidsregio komt dan een dag later eindelijk het verlossende antwoord. Ook de 2 kleine theaters krijgen een ontheffing. Er zijn nu 6 theaters die een ontheffing hebben gekregen. Die in de 4 grote steden, Assen, Emmen, Hogeveen en Meppel. En dus in Coevorden en hier in Rode. Die ontheffing krijgen zij van de veiligheidsregio Drenthe vanwege hun belangrijke bijdrage aan de culturele sector. En dus kan hier nu weer het licht uit en de spot aan. Eindelijk weer cultuur en even geen politiek. En de veiligheidsregio Drenthe, die over de ontheffingen gaat, laat in een reactie weten dat ze van de 2 kleine theaters nog niet meteen zeker wisten of ze op een veilige manier meer dan 30 mensen naar binnen konden laten. Vandaar dat ze hen nog niet meteen uitsluitsel konden geven. In Ruinen is Khalil Kader een opvallende verschijning. 5 jaar woont hij er nu en iedereen kent hem. De Koerdische kunstenaar uit Syrië is deze week genaturaliseerd samen met zijn dochters Fian en Rita. Hij houdt van Nederland niet alleen omdat hij is nu in Nederland. Dit verschil tussen Raqqa en Nederland was heel vreemd en bijzonder. Een mensenleven is in Syrië weinig waard. Maar in Nederland is er zelfs aandacht voor insecten. Dat las Khalil toen hij nog jong was en hij kreeg bewondering voor ons land. Ik vind het een eer dat ik hier in de mooie gemeente De Wolde welkom mag heten als nieuwe Nederlander. In Syrië werkte Khalil als opticien, maar omdat hij geen officiële opleiding heeft, kan hij dat werk hier niet doen. En dan is er ook nog de taalbarrière. Toch maakt Khalil makkelijk contact.
niet alleen karakter heb of een officie fichie energie taka. Galiel schildert en had al meerdere exposities in Ruinen en Zuidwolde. En hij speelde toneel met andere asielzoekers uit Syrië. 5 jaar duurde het voordat hij deze week genaturaliseerd werd. Een moeilijke tijd. Ik denk dat de persoon van Galiel, die heeft wel, denk ik, ja, is zo open. En hij is zo outgoing en aan het observeren en genieten van zijn omgeving. Ik denk dat hij wel vrij veel mensen naar zich toetrekt door wie hij is. Galiel doet vrijwilligerswerk in het, hoe zeg je dat? Ja, bejaardencentrum mag je niet meer zeggen, maar nou ja, en dat soort dingen. Ze grijpen alles aan om verbinding te leggen. Zijn vrouw Wissam leest bij de naturalisatieceremonie van Galiel en hun dochters Rita en Vian een tekst van hem voor. Nederland is een warmte familie. Jij bent mijn familie en mijn thuis. Wissam wacht nog op haar Nederlanderschap. Zij geeft bijles wiskunde, haar vak in Damascus. Galiel fotografeert nu veel in Ruinen en dan vooral zijn dorpsgenoten. We benemen aan de struun over de alle heulen van Assen. En als je dan een stukje weercondities bij hebt met mooi zonnigie en beetje wind, dan mag het mij wel. Vernomen en vannacht hadden we rustige condities wat betreft de regen. Niet qua wind, want de wind is er wel goed bij betrokken. En 13 graden wordt het, dus ook niet echt koud. Morgen vroeg hadden we dat goede weer en om klein buigje naar blieft het over het algemeen droog. Er kan ook nog wel een beetje zon aan te pas komen. En in de namiddag en het begin van de avond wordt dat in een ander verhaal. Bultenregen, of in ieder geval buiige regen, een graad of 19 overdag. Dan kijken we nog even vooruit. Zondag zal aanvankelijk een kletsnatte dag worden. En dat is alweer ietsje bijgesteld in positieve verroes in ieder geval. Want de zon is er nog een beetje bij met een graad of 15. En na het weekend krijgen we wisselvallige condities met maans en buigie. Af en toe wat zon en ook een graad of 15. Ik wens je een heel goed weekend en tot aan de week. En dat was hem voor vanavond. Meer nieuws vindt u op rtvdrenthe.nl of in onze app. En daar leest u over ziekenhuislocatie Scheper in Emmen dat extra personeel krijgt om het groeiend aantal coronapatiënten op te vangen. Nou, dat personeel wordt vrijgespeeld door de spoedpost van het ziekenhuis in Stadskanaal in het weekend te sluiten. Nou, hier kunt u zometeen onder meer kijken naar de warming-up met een portret van oud-handbalster Annelies Smeets. Ik zou zeggen veel plezier erbij, een fijne avond en natuurlijk ook een goed weekend.